Rick, je bent nog steeds bij PEC Zwolle. Was er nog sprake van dat het niet zo zou zijn vandaag? Nee, helemaal niet. Er is wel een klein beetje interesse getoond, maar verder dat is gebleven. Zelf, ik wil gewoon niet gewoon voor mijn kans gaan. En, moet aan de bak, dat is duidelijk, maar ik ga niet zomaar weg. Nee, want PEC Zwolle heeft nog geprobeerd om een middenvelder te slijten, zeg maar. Maar daar had jij dus geen oren naar? Nou ja, zover dat weet ik ook allemaal niet. Het stond in de media inderdaad, maar wat daar van waarheid of wat er van waar is, weet ik ook niet. Maar ik heb niet de intentie gehad om deze transferperiode weg te gaan of iets, nee. Ze hebben ook niet tegen jou gezegd, dus van, kun je op zoek gaan naar een andere club? Nee, ik heb juist maandag gespeeld met de belofte. En eigenlijk dinsdag gewoon een goed gesprek gehad met de trainer. En wat daar naar buiten is gekomen is gewoon prima. Ook voor mij en dat er gewoon kansen gaan komen. En zelf moet ik gewoon laten zien. En ja, natuurlijk, het is even anders. Je was gewend om te spelen en nu speel je bij de belofte. Dat is wat anders natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, je moet dat gewoon zo goed mogelijk willen doen. En zo iemand ben ik ook wel. Dus ik ga zeker voor de kans. Ja, want het is wel druk geworden op het Zwolse middenveld. Ja, absoluut. Maar ja, goed, dat weet je. Je moet gewoon zo hard mogelijk trainen en de wedstrijden gaan spelen nu. En de wedstrijden die je maakt, die moet je gewoon zo goed mogelijk invullen, zeker nu. Dus natuurlijk wat ik zeg, situatie, je wilt altijd spelen en voor de winst update je dat altijd en nu niet. En het is aan mij om dat om te draaien. Ja, want in de voetballerij kan het zo ook weer heel anders zijn. Als je een kans krijgt en je pakt hem, dan sta je er weer in. Ja, laten we het hopen dat het zo gaat. En, dat is gewoon bekend dat het zo kan gaan. Maar hopen dat ik het ook gaat zijn. Ja. Ja. Nou, voor de trainer is er op dit moment ook geen reden om iets te veranderen in de ploeg, hè? Wat vind jij? Nee, ja, de resultaten zijn goed natuurlijk. Dus wat moet ik daarop zeggen? Tuurlijk, je hoopt zelf altijd te spelen. Of dat met mij ook gebeurd was, die punten, dat weet ik ook niet natuurlijk. Maar we gaan het gewoon zien en ik ben wel blij dat we in ieder geval twee keer gewonnen hebben. Ja, maar goed, als je invalt, dan ben je er klaar voor, neem ik aan. Ja, absoluut, ja. Zondag dus tegen Utrecht. Dat is een ploeg die het de laatste weken wat minder doet qua resultaten. Ja, volgens mij voor de winst op ineens heel veel punten gehaald. En nu even wat minder. En volgens mij was er nu ook weer wat gebeurd daarbij op de training, wat ik net hoorde in de kleedkamer. Maar als je naar hun kijkt qua naam en qua spelers, dan hebben ze best wel een aardige ploeg natuurlijk. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we zo gaan spelen zoals tegen Feyenoord. En ook Heracles uit, dat is ook gewoon bij Vlaag goed. En dan gaan we gewoon weer die reeks voortzetten. Ja, maar om de een of andere reden heeft PEC het thuis altijd lastig uit, trouwens ook tegen Utrecht. Ja, klopt. Ik volgens mij inderdaad, zolang ik hier voetbal heb, hebben we nog geen één keer thuis volgens mij van Utrecht gewonnen. Misschien één keer, maar we spelen ook weer iets anders, zoals voor de winterstop. En dat pakt dat hele goed uit en we gaan het zien. Nou, ze kunnen wel lekker mikken, je collega's. Ja, laten ze het zondag maar doen.